Vrijdag de 25e november in Kuwait. Ik zit nu op mijn geliefde bankje in mijn hotelkamer. Het is vrijdagavond en ik heb net mijn derde ronde gewonnen van de Kuwait PSA Cup tegen Jerry Linkou. Ik ben nu helemaal kapot, want ik heb in 5 sets gewonnen. 5 games moet ik eigenlijk zeggen over mijn eigen sport. met 11-8 in de vijfde. Echt een thriller. Het was super zwaar. Dat is een soort rollercoaster van de wedstrijd. Met ups en downs. Soms super goed scores. Soms heel slecht. Korte rallies, lange rallies. Echt, er was geen taal vast te knopen. Maar uiteindelijk wist ik aan het langste end te trekken. Echt, op een gegeven moment een bepaalde stand in de vijfde. Dacht ik, oh my god, weet je, hier gaan we weer. De laatste tijd veel 5-setters gespeeld en ja, niet allemaal gewonnen. Ja, je wil niet dat soort verliezen je carrière gaan tekenen. Dus ik ben waanzinnig blij en opgelucht dat ik vanavond heb gewonnen. Voelt echt waanzinnig goed. Echt een gevoel dat ik moeilijk kan beschrijven. Er zijn nu nog 8 spelers over en het is een soort nieuw format in dit toernooi. De namen van die 8 spelers worden in een hoed gedaan en morgen tijdens een gala diner worden die live op tv worden de loodjes getrokken wie er tegen wie uitkomt in de kwartfinales. Dus het is gewoon totaal willekeurig. Dus ik moet er morgen netjes uitzien. Wel wat werk aan de winkel dus. En ik morgen rustig ga lekker chillen. En me dan goed voorbereiden voor de dag daarna. Oké, jongens. Thanks for watching. Hoi.